Ik wilde het volgende vragen. Ik heb dat in een eerdere lezing van ook al eens gehoord. Waar ik moeite mee heb, is dat u ook heel duidelijk zegt, je bent al vrij. Ja. Dat ik ben al vrij. Ja. Je neemt toch bij de geboorte een heleboel van je familie mee. Er zit je DNA enzovoort. Ja. Hoe kunt u dat zeggen? Nee, nou, een heel uitstekende vraag. Dat is omdat dat die vrijheid, die is niet organisch gebaseerd. U begint uzelf te beschrijven zoals u geboren wordt en zoals u DNA meeneemt. En dat is heel goed gezien. Dus zeg maar, waar we van gemaakt zijn, is één dan geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar die geschiedenis die vindt tegelijkertijd plaats in een ruimte van je geest die zelf geschiedenisloos is. En dat is iets wat je kunt ontdekken in meditatie. Dus het gedeelte wat dus zonder geschiedenis is. Zonder geschiedenis, wat niet op dezelfde manier samenvalt met je hele overlevingsapparaat. Maar wat als het ware... Nou, omdat je dat heel makkelijk kunt ervaren. Ja, absoluut. Nou, ja, de... Ja. Je bent al vrij, ja. Eerst nu met de COVID. Ja, een beetje goedkoop, ja. Ja, 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 ja. Ja, ga maar doen. Ja, ja. Nee, dat is denk ik het spiritueel inzicht op een hoger niveau. In het boeddhisme heb je zelf, ik weet niet of dit te technisch wordt, maar je hebt verschillende niveaus van beoefening. Al die beoefeningen die zouden moeten uitkomen op nirvana. In dit geval betekent dat vrij van geboorte en wedergeboorte. Dat betekent dus vrij van alle DNA. Dat betekent vrij van alle geschiedenis. Vrij van alle imprints. Dus er is in het boeddhisme, en dat is ook in mijn eigen ervaring, is er... En dat is eigenlijk verrassend makkelijk. Kun je een ruimte openen van je geest. Die is er namelijk al. Dat is ook niet een prestatie. Die ruimte is er gewoon hier. Boom. Zo. Maar in plaats van dat we steeds aanhaken op wat gebeurt. En daarmee de geschiedenis herhalen. Kun je ook dat aanhaken in één klap helemaal loslaten. En dan kom je op iets onbeschrevens uit in jezelf. Iets wat nog geen programmatuur heeft. Dat is de toegang tot je nature of mind. Van de aard van je geest. Daar zit je aard van je geest. Die leeft niet jouw leven op de manier zoals jij zelf denkt in jouw leven. Die is. En die is in zijn isness tijdloos. En ook zelfs lichaamsloos. Ja. Ja, ja. En toch is het... Kijk, ik noem het nou boeddhistisch. Maar als je bijvoorbeeld in de christelijke tradities kijkt... Jezus die zegt, ja, ik ben uit God geboren. Nou, wat is dat? Is dat een DNA-constructie? Nee, dat weten we. Dat weet je intuïtief. Nee, als hij het daarover heeft, dan gaat het niet over DNA. Dat gaat over iets wat dat overstijgt en vrij en straalend is. Oké, dat heb je in de christelijke. Zo kan ik al die tradities afgaan. Die hebben allemaal diezelfde intuïtie. En belangrijk is dat je dat niet ver weg zet, maar ziet dat het al het geval is. En dat het eigenlijk vooral een kwestie is van ontspannen. Om dat ook daadwerkelijk deel van je leven te laten worden. Ja.